En ik zat met haar in een dichtersgroep. En ja, ik heb heel veel bewondering gehad altijd voor haar. En dit wat ik al zei tegen jou, hè, dat prachtig eerbetoon. Ja, prachtig eerbetoon, prachtig. Ik vind de gevel, ik heb al wat foto's gezien, ik vind hem prachtig gelukt. Ik ben er heel blij mee dat het uiteindelijk allemaal rond is gekomen en ook best wel snel. En ik denk als Rieneke erbij had kunnen zijn, dat ze heel blij was geweest. Onder het genot van wat kakies lag ik te vaak in een deuk. Ik vroeg slechts een bak koffie, maar kreeg heel de reuten me teut. Rieneke herinner ik als iemand die, als je ergens moest optreden in Rotterdam, dat ze er eigenlijk altijd bij was. En als iemand die, als ze zelf op moest treden, eigenlijk iedere zaal met 2 minuten om had. Allemaal van harte welkom op deze heel bijzondere gelegenheid. Rotterdam, de stad van. Waar kom je vandaan dan? Kun je dat niet horen dan? Ben je van Zuid? Heb je er last van? Moet je zien dat je er gemak van krijgt. Ja, wat betekent het voor mij? Dit is een van de gedichten, althans slotzin van Rieneke. Die ons helaas een poosje terug ontvallen is. Verpakt in shiny outfit, hogeschool van het leven. Verwachtte een kort gedicht en toen kreeg ik me er eentje. Pak een beet, een meter, rol hem uit, een blokje om. Natuurlijk heb ik het over dat toffe wijfke van de pomp. Ze kwam langs, dan ging 1 wenkbrauw omhoog bij je. Dan dacht je van, wat is dat nou voor een mens? En vervolgens sloeg dat, die verwondering sloeg om in bewondering. Want eenmaal door haar virus geraakt, dat roze wolletje wat ze een beetje, dat poeder wat ze onzichtbaar over je uitstrooide, ja, dat pakte je. Waarom moest het er komen? Nou ja, Rieneke is natuurlijk voor Charlo's een hele bekende, ook in Rotterdam zelf trouwens. En ik kwam op het idee omdat een relatie eigenlijk mij een aantal keer benaderde. Zo van ja, moeten we niet een gedicht van haar in de openbare ruimte? Nou, daar gaat mijn stichting over. Toen dacht ik van ik ga dat samen met de stadsdichter doen. En hij was meteen enthousiast en de gemeente ook. Echt binnen een paar maanden gerealiseerd. Dus ja, dat is te gek. De Rotterdamse Barbie werd ze genoemd, hè? Rotterdam. Koningin van de Maas, Rotterdam, de stad van de bruggen, de tunnel, de schepen, de kades, de havens, de kranen, de kuip en geen woorden, maar daden. Yes. Ah, fijn. Laat het fijn zijn.